Onderlinge vrede en cultuurbehoud is belangrijk voor het blijven voortbestaan van de Javaanse gemeenschap, aangezien deze bijdraagt aan de verrijking van onze natie. Dit was de Rode Draad tijdens de viering van 133 jaar Javaanse immigratie in het Openluchtmuseum Fort New Amsterdam. President Chandrika Prasad Santokhi benadrukte in zijn toespraak de opmerkelijke groei van de Javaanse gemeenschap. De culturele toevoeging maakt Suriname ook tot de bromchijari die ons onderscheidt van de rest van de wereld. En die natie moeten we verder versterken. De Javaanse gemeenschap heeft die natie verrijkt met cultuur, met ook hun kennis, met hun deskundigheid, met hun zang, met hun dans, maar ook hun culinair. En nu is de Javaanse gemeenschap zodanig geëmancipeerd en geïntegreerd. Ze zijn in alle lagen en in alle functies van de Surinaamse samenleving. Minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somoharjo, onderstreept de positie van Javanen als een opmerkelijke groei. Het getuigt volgens de bewindsman van het voortzetten van al het goede werk welke de voorouders hen hebben achtergelaten. Een cultuur om zeer erkentelijk voor te zijn. Somoharjo vroeg om een eenheid in verscheidenheidsgevoel in Suriname te blijven behouden. Javanen hebben veel goede eigenschappen van hun voorouders overgenomen. We hebben het sabber overgenomen, geduld. We hebben sociaal zijn overgenomen. Maar wat ik net aangaf in mijn speech, wat we niet hebben gedaan, is dat samenwerken. Het lijkt net alsof mijn generatie elkaar af en toe nog als concurrenten ziet. En dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van onze voorouders. De dag werd verder afgesloten met verschillende culturele optredens.